nu al legendarisch. Ik word zenuwachtig als ze me filmen. Door de week open van 10 tot 5 uur. Ik heb meer mensen die naar binnen komen. Ik ga het even doorgeven. Helemaal goed, dankjewel. U mag links weg. Veel plezier ermee. Ik kom eigenlijk vragen van, is je werk veranderd tijdens de coronatijd? Maar dit deed je normaal toch niet, hè? Ik zweet normaal nooit. Echt wel. Je moet lopen, jongen. Lopen. Alleen met de boekverkoop zweet ik. Ja. Hey, maar ik ga weer verder. Ja, ik heb eigenlijk geen tijd voor dit interview. Nee, dat is heel goed. Goedemiddag. Eén boek, hè? Ja, klopt. Veel plezier ermee. Ja, lopen. Dank u wel. Dank u. 34, 5, 28. Goedemiddag. Wat je het nou zo jammer is, het is veranderd net. Deze niet alleen. Goedemiddag. Ik ben heel blij dat ik zei, jammer dat je al had. Oh, nou geweldig. Nee, we zijn ook heel blij dat het goed gaat. Het is echt heel druk. Ja, dat geloof ik. Ja. Nou, veel plezier ermee. Ja, dank je. Het is goed. Dag. Heren. Je hebt een mailtje gehad. Ja, een mailtje dat je boeken klaar staan. Oké. Okay. Dat is leuk, hè? De jeugd leest ook. Leest ook, ja. Ja, dat is leuk. Hey, maar Kees, ik ga je toch tussendoor dingen vragen, want de stroom is schier oneindig, joh. Ja. Ik denk, ik wacht even tot je tijd hebt, maar... Nee, dus... maar mijn koffie is ook koud. Dat is ja, ja, dat is heel mooi. En hey, maar Kees... Ja? Ik ga even door, hè? Ja, dat is heel goed, maar misschien dan... Misschien kan ik twee dingen tegelijk. Maar Kees Davids, jij bent... Ik interview alleen maar iconen hier zo. Nou ja, jij bent ook een icoon. Ja, welk jaar ben jij begonnen bij de bibliotheek? 1983, geloof ik. Nee, dat kan niet zeker, nee. Ik ben 40 jaar in dienst geweest. Geweest al? Ja. Dus ja, dat is... Ja, dan is het toch... Ja, nee, dat klopt wel, ja. Begin jaren 80 dus. Ja. Toen Ben Wijnstekers nog bij Feyenoord voetbalde. Heel lang. Ja, toen was 17 naar Hopen. Ja. En maar Kees, mensen kennen jou natuurlijk van de eerste verdieping waar je vaak aan de inlichtingenbalie zit. En jij bent ook nog steeds van Interbibliotheek Leven. Ja, klopt, ja. Klopt. Maar is je werk veel veranderd door de coronacrisis? Ja, nou, ja. We doen het normaal de paklijst. En dat zijn de reserveringen voor de mensen. Ik ga even door. Ja, nee, ga gewoon door. Ik laat het normaal op maandag zijn er 200 en gisteren waren het er 650. Reserveringen? Ja. Zes verschillende items. Dus dat is verschrikkelijk. Maar weet je wat nou zo leuk is? Ik werk niet op maandag. Dus ze hebben je eindelijk eens te pakken. Ja, zo, ik... Nee, het is wel heel leuk. Want je ziet ook... volgens mij klopt dat. Ze kijken heel... Wat? Het gaat toch niet goed, Kees? Ze kijken heel verbaasd. Oh. Twee dingen tegelijk, dat gaat toch nog niet zo goed. Dat is voor één, of niet? Klopt het niet? Dat is jammer, die staan op de film. Dit is niet goed. Nee, ga even terug. Kijk, kun je het ook uitknippen? Nee. Nee. Concentratie. 36. Kijk. Kijk, dat is beter. En daar nog wat. Het is goed. Kijk. Oké. Okay. Heren. Dat is beter, hè, denk ik. Ja. Sorry, veel plezier ermee. Maar Kees, het is inderdaad leuk te zeggen jong en oud wat komt en ja, het is gewoon druk. Ja. Dus de afhaalbiep voorziet echt in de behoefte. Ja, het is echt, echt geweldig. Ja. Goedemiddag. Als je nou zo'n dienst hebt, jullie wisselen dit af, hè, want het is behoorlijk intensief. Ja, we beginnen we zijn 9 uur open en dan doen de collega's van de klantenservice eerst. En dan doen wij het van 11 tot 2 en van nu van 2 tot 5. Ja, precies. Dus het gaat echt over de chefs. Maar het is inderdaad even lekker doorpakken. Ja, nou, Marleen heb ik toevallig opgenomen met de runkeeper. Ze gaat 3 kilometer gelopen. Nou, dat is heel goed. Hey, dankjewel voor je tijd en werk ze nog aan. Ja, dat is goed. Ga verder, hè. Hoi. Hoi.